Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven. Het is kleur, kleding, lifestyle en kringlopen. En deze keer gaan we op de creatieve tour. Want ik had het al gevraagd, vinden jullie het leuk om daar ook iets over te zien? En ik heb het al eerder gezegd, denk ik, van wij gaan het huis een beetje opfrissen. Nou, dat is nodig ook, eerlijk gezegd. Want ja, als je hier al heel lang woont, dan moet er af en toe eens wat gebeuren. En ik zit dus op mijn persoonlijke werkkamer, met mijn kleding achter me, kaarsjes aan, in mijn huispak. Het is heerlijk, behagelijk en dergelijke. Nou, daar zit ik hier en ik heb spullen voor me liggen, die overigens ook van de kringloop komen, waarbij ik moodboards ga maken over het huis, wat ik wil met het huis. En de slaapkamer moet gedaan worden, de kamer moet gedaan worden, moet iets aan de keuken gebeuren en de trapvloerbedekking, dat is het laatste, maar dat moet ook gebeuren. Maar daar heb ik toch iets leuks voor gezien. Alleen Pensionado wilde niet aan. Maar ik zag in een blaadje wat bij de krant was, zag ik dus iemand zitten op een trap waarvan ik dacht, ik zal het plaatje erbij doen. Oh, dat wil ik. Maar ja, Pensionado heeft het direct afgeschoten. Dat is een beetje jammer, want anders zou ik er echt toe in staat zijn. Niet dat ik zo wild ben, maar toch, zoiets vind ik echt geweldig. Maar ik ga dus moodboards maken. En wat ik daarvoor gekocht heb, is een heleboel bladen. En deze zijn van Terre des Hommes, heb ik ze gekocht. Home and Garden. En het is een hele jaargang van 2003. En je zult wel zien, dat maakt echt geen ene uit. En dat kostte me, ik weet niet of je het kunt zien, het kostte me €1,50. Zo'n hele stapel met bladen. En ik heb hier ook van, nee, deze is niet van de kring. Deze heb ik gekregen van iemand. Want deze is van 2020. Ik heb een Happiness. Ik heb een Buitenleven. Ik heb een VT Wonen. En ik heb nog meer VT Woners. Die zijn, deze heb ik dus gekregen van iemand. Uit zo'n pakket wat ergens in het bedrijf ligt. En, maar dus, ik heb ook VT Woners die ook van de kringloop komen. Je hebt daarvoor nodig kartonnen. Dit zijn, ik heb er meerdere hier, zijn redelijk dunne kartonnen. Deze, dit is, ben ik steeds meer in de war. Een A3 formaat. Dus 2x A4 is 1 A3. Ja, een A3 formaat heb ik. En, maar je zou eventueel kun je het ook gewoon op een karton van, zeg maar, van de kartonnen doos van alles wat je tegenwoordig thuis gestuurd krijgt, kun je dat ook op doen hoor. Dat maakt helemaal niks uit. Maar een beetje stevige ondergrond. Fotolijm, ik heb hierop geschreven, van de Hema heb ik deze. En fotolijm heeft als voordeel, als je er een plaatje op hebt geplakt en je denkt na een dag of zelfs na een week, denk je, ja, ik wilde dat eigenlijk niet op hebben, ik wilde er iets anders op hebben, dan kun je het er gewoon voorzichtig, maar je kunt het er wel afhalen. Dus ik heb fotolijm, wat dat betreft, echt heel erg goed. En ik heb een schaar, die kan ik ook gebruiken als een soort mesje door het zo te doen en dan zo, dat zul je zo wel zien. En ik heb, toevallig heb ik ook een klein schaartje, dus waar je echt hele kleine dingen mee kunt knippen. Die heb ik ooit bij de Action heb ik die ooit gevonden. Dus dat ga ik doen. Dus ik laat jullie zien hoe ik het doe en dan laat ik ook het resultaat zien. Dus nu zien jullie mijn hoofd niet meer, maar jullie zien wel mijn handen bezig. Dus ik draai mezelf even om. Ik heb hier dus mijn stapel met bladen, de hele stapel. En ik heb een schaar die ik ook eventueel gebruik als snijmesje, want je kunt dus inderdaad ook een snijmesje. Want het punt is, als jij een leuk plaatje ziet en je denkt, ik ga dat uitscheuren, dan krijg je dikwijls zo'n scheurrand waar je hem helemaal niet zou willen hebben. Maar dit is eigenlijk zoals ik het doe. Zo ga ik het doen. Dus ik ga gewoon eigenlijk bladeren en kijken. Ik kijk heel dikwijls naar wat ik leuk vind, waar gewoon mijn oog op valt. Dus ik zit niet zozeer te kijken naar wat wil ik? Of klopt dit allemaal precies? Ik kijk gewoon waar mijn oog op valt. En eigenlijk valt mijn oog op deze tekst. Want die vind ik wel erg leuk. Dance on the Wall vind ik wel een hele leuke tekst. En niet dat ik dat nog kan of ooit zou willen. Maar die haal ik er dus eventjes uit. Zo met zo'n mesje er langs. Met zo'n schaar er langs. En dan, hij doet het niet. Ja, hij doet het wel. Kijk, dan krijg je een mooie scheurrand en gaat hij niet hier ineens kapot of zo. En zo ga ik het dus eigenlijk doen. Ga ik allemaal plaatjes eruit halen waar mijn oog op valt.
ik heb nu inmiddels heel veel plaatjes. En nu ga ik schiften. En nu heb ik eigenlijk besloten om een moodboard te gaan maken over de algehele sfeer van het huis. Je kunt natuurlijk overal moodboards over maken. En dat heb ik ook heel dikwijls gedaan. Je kunt moodboards maken over je wintergarderobe, over hoe je je haar wil hebben, over waar je naartoe wil op reis, over je tuin. Eigenlijk van alles. Want een moodboard is natuurlijk eigenlijk gewoon een sfeerbeeld wat je maakt en waar je dus aan vast kunt houden. Dat dus niet exact nagemaakt hoeft te worden, maar wat wel een beeld geeft van, oh, dit wil ik dat het uitstraalt. Dat is natuurlijk een deel van mijn werk is dat om te doen. Om dat studenten ook te leren. Maar eigenlijk doe ik het heel dikwijls als ik iets wil. Dus nu ga ik eigenlijk schiften van wat ik heb. En denken van oké, je kunt wel plaatjes bij blijven scheuren. Maar ik heb er nu een heleboel over heel veel verschillende onderwerpen. Zag ik ook wel. En nu ga ik laten zien hoe ik dat dan schift. En wat ik er dan mee ga doen. Ik ga nu bij elk plaatje kijken van, wil ik dit wel? En ik heb hierbij van, nee, ik hoef verder niks mee. Dat leg ik even opzij. Ik vind dit een heel leuk plaatje, maar ik vind het vrij donker. En het ging mij ook om de vloer, een visgraadvloer. Maar pensionado heeft dat absoluut afgekeurd, dus die vloer die gaat er ook uit. Nou, dit is een plaatje dat gaat over groen. En dat is echt voor de tuin en dergelijke, dus dat ga ik even laten doen. Plantenrijk. Net veel te donker doe ik ook niet. Ik vind dit wel grappig, maar nee, dat doe ik ook niet keurig af. Deze vind ik heel leuk. Dus deze gaat opzij hier, zodat ik hem goed kan bewaren. En deze vind ik ook leuk, deze ga ik ook even bewaren. We proosten op een mooie avond en een fantastisch jaar. Daar hoef ik niks mee op dit moment. Dit vind ik, ja, ik vind het wel leuk, maar toch niet helemaal wat ik zoek. Deze ook, dat is ook niet helemaal wat ik zoek, wel ik dat kleine tafeltje wel heel erg leuk vind. Ik hou me even apart. Toch even apart. Oké. Ja, ik weet niet. Dit doet wel iets, dus ik hou me even apart. Een slaapkamer vind ik hem te druk, dus dat ga ik niet doen. Ik vind het leuk om iets met teksten te doen. Dus daarom bewaar ik hem even. Nou, dit vind ik heel mooi voor in de tuin. Dus dit bewaar ik voor in de tuin om daar iets mee te doen. Zo'n doorkijkje echt ontzettend leuk. Ik vind die kleur ook erg mooi. Dus die bewaar ik ook even. Ja, dit is een wanddoek wat ik zag. En dat vind ik voor een vriendin erg leuk. Dus dat ga ik doen. Even een slaapkamer. Maar dat zoek ik nu niet. En ik zoek zeker niet zo'n ombouw. Dus dat leg ik ook even apart. Die plaatjes bewaar ik dus allemaal wel. Want ik heb het ooit leuk gevonden. Dus dan bewaar ik het even. Dus hier ga ik niks meer doen. Te veel. Nu ga ik de plaatjes nog een keer apart bekijken. En denken, oké. Ik ga ze nu wegleggen en kijken van, wil ik ze inderdaad wel? Dus ik leg ze eventjes zo. Even plaats, dat ik heel de tafel kan gebruiken. En dan leg ik ze klaar. En dan zal ik daar zo een foto van maken, zodat jullie kunnen zien waar ik mee ga werken. Je hebt nu de plaatjes gezien waar ik mee ga werken en dan ga ik eigenlijk kijken wat zie ik eigenlijk. En wat me opvalt zijn een paar teksten. Ik heb hier de tekst, ik ben het allerliefste thuis. En dat klopt ook wel zo'n beetje. En ik heb hier de tekst net even anders. Dat vind ik ook een hele leuke tekst. En ik heb hier de tekst Dance on the Wall. Maar die gaat er eigenlijk, nu heb ik zoiets van ja, het is leuk bedacht, maar dat gaat eruit. Dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Dus nu ga ik schiften. Even kijken. Ja, en dan gebeurt er soms dat je denkt, nou,
ik heb het nog net niet helemaal. Dus dan opnieuw. Opnieuw weer gaan zoeken van wat vind ik allemaal. En dat ga ik dus nu doen. Nou, na een heleboel gezoek en een hoop plaatjes en dergelijke, is dit hetgene waar ik op uitkom. En dat is het leuke van moodboards maken. Je weet echt nooit waar je ineens opvalt of wat ineens belangrijk is. En ik had gezegd, ik wil een sfeer van het huis, maar het wordt eigenlijk een sfeer van de kamer, van de huiskamer. En wat voor mij het belangrijkste was, dit plaatje, is het licht. De hele lichte sfeer, de bank. We hebben zo'n soort bank, hij is ietsje beiger. Ik vond het salontafeltje erg leuk, maar vooral de sfeer van licht. En dit plaatje vond ik de sfeer van muziek vond ik heel erg mooi. Pensionado houdt heel erg van muziek. Niet zozeer van muziek maken. Misschien zou hij dat wel willen, maar hij kan het in ieder geval niet. Maar wel van muziek luisteren. En ik vind deze kast erg mooi. En die zou ik wel willen. En ik zou het ook wel willen om dat als tegenwicht te doen. Als tegenwicht voor voor het lichten en dergelijke. En dan net ook iets stoerders zou ik wel als tegenlicht willen. Dus dit denk ik dat het gaat worden. En dan de tekst erbij. Ik ben het allerliefste thuis en net even anders. Nou, dat is eigenlijk de sfeer. Dus dat ga ik het opplakken. En dan zullen jullie zo meteen het resultaat zullen jullie zien. En dan is dit het eindresultaat. Ik zal er ook nog apart een foto bij doen, zodat jullie zien wat het is geworden. En hier kan ik, dat hang ik dan op en dan kan ik me steeds daarop richten. Zo van, oh ja, dit is eigenlijk de sfeer die ik zou willen. Maar eerst met pensionado bespreken natuurlijk. Hè. Die heeft ook nog een klein beetje invloed hier in huis. Nou, ik hoop dat ik jullie hiermee geïnspireerd heb. Ik zou zeggen, haal bladen bij de kringloop, want ze zijn echt niet duur. Want de meeste bladen zijn gewoon erg duur. Vraag eventueel aan andere vrienden en kennissen van gooi je tijdschriften niet weg, maar geef ze aan mij, want ik vind het leuk. Ook van die tijdschriften zoals de Allerhande en zo, kun je heel veel leuke plaatjes uithalen, heel veel leuke ideeën uithalen. En het is sowieso leuk om mee bezig te zijn. Als je een duidelijk beeld wil hebben in je hoofd, dan is eigenlijk een moodboard daar geweldig voor om te doen. En het kost dus bijna niks, hè? Een beetje lijm en schaar. En dan heb je allemaal wel in huis. En heeft wel wat kartonnen, maar ik zei het al, dat kun je ook op allerlei manieren oplossen. En dan heb je een leuk idee als je een plan hebt. Maar je kunt het eigenlijk overal over doen. Je kunt overal een moodboard over maken. Dus ik hoop dat jullie dit leuk vonden om te zien. Weer eens iets heel anders, maar ook weer met de kringloop uiteraard. Volgende keer weer een echte kringloopvideo, denk ik. Of in ieder geval wat ik gekocht heb bij de kringloop. Om dat te laten zien. En nou, ik hoop jullie dus volgende week weer te zien. En bedankt voor het kijken. Oh, en als je wil abonneren, heel graag. Ik wil graag naar de 200 toe. Ik zit nu op 180 als ik dit opneem. Dus ik wil ontzettend graag naar de 200 toe. Dat lijkt me nou toch leuk voor het eind van het jaar. En dan ga ik weer aan het taartje natuurlijk. Hè? Dat snappen jullie. Maar anders een duimpje omhoog, ben ik ook blij mee. En ik zie jullie graag de volgende keer. Dag!